goedenavond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. President Santokki plant eerste boom, project Planting 1 Million Trees in Suriname, Countdown CEOS 2024 en Sportdag moet Team Geest kabinetsmedewerkers bevorderen. President Santokki had de eer om de eerste boom te planten tijdens de lancering van het project Planting 1 Million Trees in 5 Years in Suriname. Dit project is vandaag, 24 mei, op initiatief van het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer OGA van start gegaan aan de Helena Christinaweg en Purwodadiweg in het district Wanica. Het project heeft tot doel de groenvoorziening en verfraaiing in de verschillende districten te verbeteren. Vandaag hebben we het start zijn gegeven aan dit megaproject genaamd Planting 1 Million Trees in 5 Years. En het ligt in de bedoeling dat wij landelijk bomen gaan planten in alle districten met uitzondering van Sipaliwini. De overige 9 districten doen aan dit project mee. Waarom Sipaliwini niet? Vanwege het hoge bosbedekkingsgraad. Dat is overduidelijk, er is heel veel bos daar. Maar de andere districten die gaan dan meedoen aan dit project. Alle hoofdwegen, uitvalswegen, verbindingswegen, noord-zuid, oost-west. Als u praat over de oost-west, denkt aan Albina, Nikeri. Noord-zuid, denkt u aan Paramaribo, Atjoni, Afobaka, etc. Alle wegen die voldoen aan de eisen, want er zijn minimale eisen daaraan verbonden. U weet, je moet een bermbreedte hebben, de veiligheid moet gegarandeerd zijn. Tweedens, de bodemgesteldheid is belangrijk. Welke type bomen? Er zijn nutsvoorzieningen, die mogen geen last ondervinden. En kortom, de veiligheid op de weg moet altijd ten alle tijden gegarandeerd zijn. Dus, gerekend vanuit de wegas, zeg maar, wegrand moet er een bepaalde minimale breedte in acht worden genomen. Opzet van dit project, we starten hier vandaag in Wanica. Er zal een centrale coördinatie zijn vanuit het hoofdkantoor van Openbaar Groen en Afvalbeheer. Een PIU heet het, een project implementation unit. En daarin zullen zitting nemen diverse stakeholders, waaronder vertegenwoordigers van het ministerie van ROM, ROS, Bureau van First Lady LVV en Openbaar Groen. Dat zal die PIU zijn op centraal niveau, maar op regionaal niveau zullen elk district dan een eigen stuurgroep hebben, waar ook dezelfde vertegenwoordigers zullen zitten, maar ook NGO's, bedrijven in PPP-verband en alle buurtorganisaties, sociale organisaties, you name it. Elke Surinamer die een handje wil helpen, willen we uitnodigen om dit project te adopteren, om een warm hart toe te dragen, zodat wij ons land milieuvriendelijker kunnen maken, nog groener kunnen maken en nog leefbaarder. Onderbong had vroeger heel veel bomen. Nu zijn de bomen weggehaald. Het ligt in de bedoeling dat in de urbane gebieden, vooral in de binnenstad, bomen zullen worden geplant die geen schade vormen aan de gebouwen en het infrastructuur aldaar.
wij willen aangenamer maken, de binnenstad, zodat het niet te heet blijft. U weet, bomen zorgen voor schaduw en de temperaturen worden daar lager, koeler en mensen kunnen dan makkelijker daar vertoeven. Wij zullen de binnenstad aandoen, maar ook de districten, met name de hoofdplaatsen van elk district, zullen dan ook voorzien worden van groenvoorzieningen, zodat bomen overal geplant worden. Zelfs op de sportvelden, waar het snikheet is soms bij hogere temperaturen, willen we graag bevorderen dat bomen komen om schaduw te geven aan de mens. Want zonder de bomen zijn wij als mens nergens. We weten dat bosbouw nodig is. Je moet economisch voordeel halen uit de bossen, uit de bomen die we hebben. Maar uiteraard moet er een strategische verandering komen. Als je één plant eentje weghaalt, moet drie geplant worden of vier geplant worden. Dat moet uitgezet worden. De president heeft vandaag zelf geantameerd dat wij niet doen aan wildkap. Dat wil zeggen dat gestructureerd bomen worden weggehaald, daar in de plaats moet weer herbeplant worden, zodat wij gegarandeerd blijven van die 93% bos, maar zelfs meer. Met het planten van die 1 miljoen erbij en straks in de komende jaren nog meer, kunnen we alleen onze bosbedekkingsgraad groter maken en wat wij hebben aan carbon negatief, dat kunnen we zelfs vergroten. We kunnen ook planten op dijken. We doen vooralsnog niet mee aan die kustbescherming. Daar zijn andere soorten bomen als mangroven en parwe voor nodig. Daar zijn andere instanties mee bezig. Maar dit is meer in het kader van stad- en districtsverfraaiing. Maar ook denken we aan fruit gardens. We willen in dit project opnemen het eerder voorstel van bijvoorbeeld het bureau van First Lady over Prani Ujjayi. Dus dat project is ergens gaan stranden. We willen dat ook meeliften met dit project. Maar ook via LVV willen we bewerkstelligen dat elke huishouden, zeg maar elke erf dan een fruitboom kan krijgen, zodat de mensen op termijn, zeker de komende generaties, daarvan kan mee profiteren. We hebben fruit nodig voor vitamines. En als je een boom vandaag plant, dan plant je dat voor de toekomst. En daar zullen onze komende generaties zeker gretig van gebruik kunnen maken. De Suriname Energy Oil and Gas Summit and Exhibition 2024, CEOS 2024, die van 4 juni tot 7 juni wordt georganiseerd door Staatsolie, met ondersteuning van de regering, is het grootste en toonaangevende energie- en offshore-evenement. De tentoonstelling biedt het perfecte platform voor internationale investeerders om lokale partners, kopers en leveranciers te ontmoeten. Waarnemend directeur Anand Kalpo van de Energieautoriteit Suriname, EAS, het toezichthoudende en aansturende orgaan in de energievoorzieningssector van Suriname, vertelt ons meer over de participatie van dit instituut tijdens het event. EAS doet dit jaar ook weer mee, evenals de twee voorgaande jaren aan de CEOS 2024. Als EAS zijn wij altijd erbij geweest om als autoriteit, als regulator in de sector, in de energiesector, ook onze positie en onze rol te benadrukken. Want als EAS zijn wij
gevraagd om, om in de sector natuurlijk een redende rol te hebben en een beetje sturende rol te hebben voor wat betreft de eerste tijdsvoorziening in Suriname. Waar de EAS dit jaar op focust is dat we op CEOs willen aangeven wat, is de regulator, wat mag men verwachten van de regulator. Waarvoor staat de regulator, wat mag men verwachten van de regulator. En in dat kader hebben wij drie projecten roepen, vier projecten roepen via IDB. Waarbij wij, als we die projecten hebben afgerond, en dat is de bedoeling dat we dat tegen september, oktober, in het derde kwartaal van dit jaar tegen het einde zijn aankomen, dat we dat presenteren ook aan het volk. Zodat men ziet van, wat is een regulator, wat mag je van een regulator verwachten, maar wat verwacht de regulator ook van de verschillende stakeholders. De EAS is dus de autoriteit en wij als autoriteit hebben sowieso een hele goede band met onze stakeholders in de sector. Dus ook de bedrijven, de privébedrijven en de bedrijven in Suriname die bezig zijn in de energiesector, specifiek ook de elektriciteitssector, die komen vaker bij ons langs om te vragen naar informatie. Wat zijn de regels, wat zijn de standaarden en hoe gaat het toe in Suriname? Dus als regulator proberen wij dan die informatie te verschaffen aan iedereen, zodat iedereen weet wat wel kan, wat niet kan en in welke mate dat mogelijk is in Suriname. Zo proberen wij dan natuurlijk ook de bedrijven die langskomen bij ons of op de beurs aanwezig zullen zijn, te voorzien van informatie van hoe denken wij dat de energiesector zich gaat ontwikkelen in de komende 10, 15, 20 jaar. In welke richting denken wij te gaan? En wat is de bijdrage die gevraagd wordt van iedereen om die ontwikkeling natuurlijk te ondersteunen en goed te laten verlopen? De offshore sector in Suriname is dus natuurlijk eentje die nu een beetje op start gaat komen. We verwachten dat er heel wat activiteiten ontplooid gaan worden in de offshore. We kijken naar de oil en gas. Specifiek de gassector is heel belangrijk voor de energievoorzieningssector. De energiemix in Suriname is nu overwegend gebaseerd op hydro en op thermische energie, dus HFO en diesel. En gas kan dan een heel belangrijke rol spelen in deze hele ontwikkeling die voor ons staat. De mate waarin en in hoe we dat kunnen gebruiken, dat is natuurlijk een visie die we hebben, die we proberen uit te dragen. Maar die visie wordt natuurlijk altijd beïnvloed door invloeden van buitenaf. Dus de kennis en de informatie die in deze sessies naar buiten komen, zullen sowieso bijdragen tot het helpen formuleren van die visie en het beleid voor de komende 20 jaar. In 2023 hebben we gepresenteerd tijdens de Executive Summit de visie en de transitiemogelijkheden voor de energiesector in Suriname. En we hebben gezien dat die ook worden meegenomen en die worden ook veel vaker gebruikt. En zo hebben we in 2023 in december, dus, of in november 2023, ook de Suriname Renewable Energy Forum kunnen houden. Om die overstap, die transitie van de traditionele energiebronnen te maken naar renewable energy. Dus die informatie, de deelname van de EAS aan SCOGS, heeft ertoe bijgedragen dat men ook wel veel meer is gaan kijken naar andere energiebronnen die men kan toepassen in Suriname. Ik denk dat CS sowieso een platform is waar local content en local capaciteit wordt gepresenteerd. Je hebt heel wat bedrijven die daar hun kunnen en hun talenten komen tonen, wat er kan. Je hebt ook, als ik het goed heb begrepen, heb je ook wel een innovatieteam daar bezig van verschillende opleidingen die daar hun kunnen en hun kennis komen tonen. Dus in dat opzicht is het een heel goed podium of een heel goed forum om kennis bij elkaar te brengen, van elkaar te leren en te kijken hoe we verder moeten gaan met het toepassen van onze eigen kennis, onze eigen kunde. Mensen kunnen, en dat kun je altijd vergelijken met wat de bedrijven vragen. Je hebt natuurlijk de grote oliemaatschappijen die hun eigen eisen hebben. Zolang die eisen bekend zijn, kun je als land, als lokale bevolking, als lokale entiteiten inspelen op die vraag. En dat is eigenlijk het grootste voordeel die ik zie voor van CEOs, voor Suriname. Ik zit bij de EAS, maar ik zit ook op ADEC als docent bij de richting elektrotechniek.
Ik weet zeker dat de faculteit Technologische Wetenschappen een grotere inbreng heeft en input heeft op CEORS. Dus als de studenten, niet alleen van de technische faculteit, maar ook van de andere faculteiten, roep ik zeker op om tenminste deel te nemen en, aan de exhibition, om te komen kijken wat er allemaal gepresenteerd is en wat er allemaal gevraagd wordt. En ik weet zeker dat er ook heel wat private bedrijven aanwezig zijn. En die roep ik dat die ook op om hun kunnen en hun kunde te tonen en daar aanwezig te zijn. Op de trimbaan van het kabinet van de president is op 24 mei 2024 een sportdag georganiseerd voor de medewerkers. De bedoeling hierachter is om door middel van sport een gezond leven en vooral de teamgeest onder het personeel en de leden van het kabinet te bevorderen. De dag startte met een gezond ontbijt en het nuttigen van fruit. Er zijn fysieke sporten en denksporten georganiseerd waarbij de medewerkers het tegen elkaar konden opnemen of in teamverband vriendschappelijke duellen aangingen. Bij de ingebruikname van de trimbaan op zaterdag 6 maart 2021 sprak president Chandrika Prasad Santokhi van een duurzame oplossing voor het harde werken. Hij wees er toen al op dat het bij het kabinet vooral gaat om prestatie en toewijding. Een gezonde levensstijl helpt hierbij. De sportdag is een terugkerend evenement van het kabinet waarbij het staatshoofd vooral de nadruk legt op de sfeer waarin er gebruik kan worden gemaakt van de baan, een stukje natuur, dicht bij de Suriname rivier en met een veelheid aan vogels in de omgeving. Volgens de president vermindert het de stress en brengt het rust. Het zal de teamgeest en de gezondheid bevorderen en positieve energie brengen, aldus het staatshoofd. Dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.